graan houdt koning. Meer graan houdt stoning. Meer graan houdt koning. Meer graan houdt koning. Ik ben Herman van Baar, artistiek leider van Tafel van Vijf. Ik heb het stuk ook geschreven. En in de voorstelling speel ik de rol van Cornelis de Wit. Cornelis de Wit was de broer van Johan de Wit. En Johan de Wit was raadpensionaris en dat was toen de machtigste man van Nederland. En Cornelis was zijn vertrouweling. Dus die broers die deden heel veel samen. Nou, het grote ideaal van Cornelis de Wit, dat was ware vrijheid. En dat betekent dat er in een land geen koning is, maar dat de burgers zelf bepalen wat er gebeurt. Maar die ware vrijheid, daar vochten ze voor. En dat je altijd ook mocht denken wat je dacht. Allee! Want wel, please. De prins, de prins! En jullie wat meer met lol brutaal bewegen. In hoeverre kan je een bevolking ophitsen? Ophitsen met, in dit geval, pamfletten. Tegenwoordig worden we opgehitst door en kranten en televisie. En daar is nog een keer alle nieuwe media bijgekomen. Dus dat lukt wel om heel snel mensen een bepaalde richting op te duwen. Als je maar het zaadje hebt van de onrust en de angst. Orde moet er zijn! Lange orde! Iemand moet de baas zijn! Iemand die leiderschap en vechten in het bloed zit. Prins Willem was iemand van koninklijk bloed die geen macht meer had. Omdat de regenten de macht hadden overgenomen. Nou ja, prins Willem wil die macht teruggrijpen en dat doet hij uiteindelijk door het volk eigenlijk op te ruien tegen de regenten. Wilt u met de Wit naar de verdommenis? Blijf dan zitten waar u zit en verroer u niet. I am not a fool, Mr. De Wit. I have no patience anymore. You're not one who pulls my strings. My life is mine and it's not yours. Het is een beetje een puberjongen. Prins Willem is een beetje een puberjongen die zich dus afzet tegen de autoriteit. Het is degene met de grote mond op het schoolplein en die dingen voor elkaar kan krijgen. U moet zich terugtrekken op Utrecht. Mijn naam is Alex Molenaar. Ik studeer dit jaar af aan de studie muziektheater op het conservatorium in Arnhem. En samen met mijn klas, 11 anderen, vertolk ik de rol van het volk. Het Nederlandse volk. En dat is onze gezamenlijke afstudeerstage. Daarnaast vertolk ik ook de rol van Zuilenstein. En dat is de oom van de prins. Hou het op, verraad. Wat ik weet uit de geschiedenisboeken is dat Zuilenstein echt een mentor voor de prins was. En die heeft ook heel veel pamfletten verzonnen voor de prins. Ja, dat is wel erg grappig. Ik ben Arthur, ik ben de toetsenist van Suzy's Haarlok en een van de 4 componisten. Iedereen verzint eigenlijk de opzet voor een stuk muziek en daarna maken we het met elkaar, maken we het af. Zo werken we eigenlijk. En omdat we met ons 4 best wel verschillende soorten mensen zijn en verschillende ideeën hebben, verschillende smaak, is dat heel leuk hoe dat vanuit 4 verschillende hoeken toch op de een of andere manier bij elkaar komt. In een soort grote kookpot terechtkomt. We wisten natuurlijk dat het verhaal in 1672 speelt. Dus we hebben heel erg gekeken naar wat voor soort muziek komt uit die tijd. Nou, dat is de barokmuziek. Er zitten wat ze dan noemen lamenten in, treurzangen. Er gebeuren best wel heftige dingen in het stuk, dus daar wordt dan over gejammerd. Nou, dat is een klassieke traditie. Maar we willen ook heel duidelijk onze eigen muziek en de muziek van nu laten horen. We zijn niet opeens een klassiek orkestje. Ik ben Gim Vreken en ik speel Henk in de voorstelling De Knecht van Cornelis de Wit. Henk is een jongen van 23 jaar die inwoont bij Cornelis de Wit. Hij is zijn knecht en dat doet hij met veel toewijding, zoals hij in het begin van de voorstelling ook zegt. Hij is heel precies
als het aankomt op het aannaaien van knopen en het schoonmaken van de kleren en het helpen van Cornelis de Wit. Maar hij is vooral heel nieuwsgierig. Maar waar komt die oorlog dan vandaan? Ja, wist ik het maar. Niet van twee kanten tegelijk, lijkt me. Maar van drie kanten als het tegen zit. Van drie kanten oorlog? Fransen, Engelsen en Duitsers. Allemaal tegelijk. Maar door de oorlog, of door de oorlog die op het punt staat uit te breken, komt ook hun relatie op scherp te staan. Henk wordt namelijk verliefd op een meisje, Gijsje. En Gijsje is een tegenstander van Cornelis de Wit en Johan de Wit. En ze ziet Cornelis de Wit en Johan de Wit als het kwaad. Opgehitst door alle pamfletten. En Henk wordt verliefd op haar en komt dus in een conflict terecht waarbij hij enerzijds heel graag dienstbaar wil zijn aan zijn meester, aan Cornelis. En trouw en loyaal wil blijven. Maar aan de andere kant ook, ja, zich laat meeslepen door de liefde. Ik ben Lavaloo en ik speel in de voorstelling de rol van Gijsje. Nou, Gijsje is een meisje dat in Den Haag woont in die tijd. 1672 speelt het verhaal. En zij is heel erg fan van de prins. Zij ziet dat het helemaal misgaat in het land. Mensen raken hun werk kwijt en ze ziet alle rijkdom verdwijnen. En ze maakt zich daar heel erg zorgen over. En zij denkt dat de prins van Oranje, als hij het land gaat leiden, dat het allemaal goed gaat komen. Het conflict bij Gijsje zit hem eigenlijk in dat ze verliefd wordt op een jongen die aan de kant van de gebroeders de Wit staat. Henk de Knecht zelfs, van Cornelis de Wit. Kan jij je meester niet even laten wachten? Nee. Nou, moet wel een heel belangrijk man zijn dan. Ja. Zolang hij maar niet Johan de Wit is. Maar omdat hij, ja, politiek en dus eigenlijk ook voor een deel zijn hart heeft bij de andere kant dan waar zij in gelooft, is dat echt een heel groot probleem. Ik wil niet trouwen met een man die is zichzelf belazerd. Wat doe ik? Uit een schilderij over de moord op de gebroeders de Wit. Hangt in het Rijks.